Yo, kijkers van Online Tips en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Server. Jongens, weer een gloednieuwe dag, goed. En alweer is het bij ons donker. Dat moeten we niet hebben. Dus we gaan eens even terug en gaan lekker slapen. Gisteren was het ook zo wel. En vandaag weer. Dat moeten we niet hebben. En slapen. Goed, we zijn natuurlijk hard bezig met onze dingen. Met onze nieuwe farm, daar moet eigenlijk ook weer van, net zoals dit staat er mooi, prima, erbij. Nu zie ik hier nog een plantje die nog niet goed is, en daar ook, geen probleem. Ik snap dit echt niet hoor, waar zijn die anderen allemaal gebleven? Waar is die andere waarde veel en veel meer? Dat zweer ik jou. Want nu hebben we geen wetten meer. Misschien moet ik proberen om zoveel mogelijk schapen een keer echt hierin en dan dit wit en echt laten fokken. Want echt niet meer normaal. Of als we worden, hebben we die gewoon moeten cheaten, maar. Goed, wat moeten we vandaag doen? Dus als eerste wil ik eigenlijk een beetje... Ja, dirt wil ik een beetje gebruiken om... Van alles dit een beetje uit te gaan. Van hoe lang. We kunnen zeggen, we gaan het zo doen, maar we kunnen ook zeggen, joh... We gaan het super lang maken. Dat daar wat meer dirt nodig is, hè? En dan... Laat ik hem uitgaan. Hij mag zo lang mogelijk zijn hoor. En soms ook veel te lang dit. Hier ligt gewoon wat koeien. Ik vraag me af wat is daar. Zit daar hout? Moeten we het zover? Ik denk dat dit wel voldoende is. En dat we die dan zo neer kunnen zetten. Is dat prima? Ik denk van wel. Zo. Ik heb meer deur nodig. Oh, hier zie ik ook nog allerlei gaten. Ik ga even wat deur halen. Ik heb echt geen zin om in mijn huis gaat veel sneller. Hè? Maar daarom dan moet je al die trap op. Daar heb ik geen zin in. En hier hoef ik maar één trap op. Haha. We zijn verrust in deze. Dit was de deurkist. Nee, de. 1, 2, 3. Ik hoop dat dat voldoende is. Wat laat die schapen maar allemaal zitten, joh. Eigenlijk is het ook een doorloop. Eigenlijk moeten we hier misschien ook een tuintje aanleggen voor de mooie tijd. Oké. Zo denk ik, dit is toch veel te ver. Misschien overdrijf ik wel een beetje. Maar het beste is om dan... Gewoon alles... Hier achter mij is het niet echt geweest. Dit ziet ook niet mooi. Al die gatenkaas. En mijn vloer. Oké, dat hebben we gedaan. Alleen, ja, moeten we dit, want dat ziet er echt niet mooi uit in onze ding. Het moet namelijk in een kast worden, waar we gewoon die wiet kunnen kijken.
kunnen we mooi zijn gebruiken. Waarom? Ja, die deur die ga ik straks wel allemaal veranderen. En dit soort stenen. Dat betekent dat ik weer van alles moet omsmelten. Anders trek ik mij allemaal helemaal niet. Heb ik nog wel van die steen? Of niet? Dat weet ik niet. Maar goed. Al die vormen weg. Bloemetje kunnen we gebruiken voor onze farm. Voor de dieren. En die koeien die moeten dadelijk dood. Zo. Dit wordt er allemaal toch niet in onze tuin. Wie wil dit? Nou, in een moestuin. Dat noemen ze gewoon onkruid. Hoppatee. Yo vriend, jij staat er wel echt lief. Maar ik geef je wel even een kleine kans om eruit te vliegen, anders ga je dood, ja? Begrepen? Goed zo, hij luistert ook de mensen naar mij. Oh ja, die gaten, die moest erin blijven. Dan... Ja. Nu zitten we allemaal heel aardig, maar we moeten ook natuurlijk echt een deur hebben. Waar we naar binnen komen. Want ik denk dat het beste is om in het midden te gaan doen. Oké, waterpad. Waterpad. Dus dan doe gewoon twee deuren, hier een deur en daar een deur. En dat je dan van alles kunt doen. En dan zou ik denken om dan dit echt volledig als pad te gaan doen. Dat maakt niet meer zoveel uit. Ja, vooral dan dit, dat wordt dan water. Ja, oké, dit wordt er. En hoe gaan we dit doen? Ik denk gewoon met kratten. Eventueel wel een gravel, dat weet ik echt niet van je. Zo lang geleden dat we een gravel gebruiken. We gaan eens even kijken naar onze kist. Anders moeten we ergens gaan zoeken naar een gravel hoor. Waar zal dat, in welke kist zal dat doen? Ik denk hier ergens. Ja, gravel. Ik denk dat twee stappen al genoeg is. En dan heb ik nog een gravel. Dan heb ik nog een stap. Maar ik denk dat twee stacks genoeg is. Dat is ook niet waar. In ieder geval hebben we dus twee stacks gravel. Dat is wel weer eens fijn dan wat gravel. Al die behoorlijke dik 70 aflevering of zo. Ik denk dik 60, 50 aflevering dat erin zat. Dus we gaan het met gravel doen. Dat is het beste. Oké, dat hebben we nu heel mooi gedaan, alleen moeten we nu hier opnieuw de inrichting doen. Wat was hier, water? Of niet? Ik wil water. Nou, 1, 2, 3, dit. Wat? 1, 2, 3. Water. 1, 2, 3. Wat? Wat is 1, 2, 3. Water. Wacht even. Water. 1, 2, 3. Pad. 1, 2, 3. Water. 1, 2, 3. Pad. 1, 2, 3. Water. We gaan de pad allemaal even eruit halen. Nou, is toch wel een flink kastel. Maar je moet even zeggen, het ziet er allemaal handig uit, hè? Dan gaan we dit dan maar ook als pad, als eindpad.
winkel tussendoor, dan wordt dit ook nog een pad. Hier is het zand, dat is niet zo erg. Ja, knul moet wel van de kant gaan, hè. Waar ik wou, daar moet je niet komen. Zo, ja, als het goed is ziet het er allemaal prima uit. Want de rest moet allemaal water worden. Dus we moeten eerst even al die krabben erin stoppen. Ik hoop dat we genoeg hebben. Zat ik op met twee stacks. Ik hoop het tenminste. En dan moeten we ook kijken hoeveel steen. Wat zou ik nu wel weer hebben? Volgens mij zit dat in deze kist of niet? Ja, zie je nou wel? Er is nog wel wat steen. Maar dat gaan we dan gauw omtoveren als dit. Wat heb je dan nog? 64 en een beetje. Zou dat voldoende zijn? Nee, ik denk echt van niet hoor. Ik moet echt ransen. Wat dan mee? Even hier weg bij mijn huis. Maar dat doen we denk ik op het laatste. Ja, laten we eerst in ieder geval die paard allemaal neerzetten. En dan die stenen. Het beste. Of ik moet hier langs ook een pakje neerzetten. Maar dan ga je anders moeten wat. Oké, okay, in ieder geval gaan we eerst even dit erin zetten. Oké, okay, ja. Ik heb je gewaarschuwd, vriend. Hè? Nu ga je dood ook nog. Kijk, zo gaat het lekker als de vlot, hè? En door. Oh shit, op. Kom aan. Hup. Ik hoop dat ik dit net voldoende heb, hoor. Dat scheelt ons weer een echt door, want wat moet je anders doen met gravel, hè? Kom maar, waarom gaat dat weer niet zo snel mogelijk? Hoe kan je nu? Ja, goed zo. Zou je dat daar nog niet van vergeten? Nu? Ja, sorry vriend, maar ik heb je echt gewaakt. Ja, nou, rot je maar ook nog. De rest gaat aan water. Zullen we dat er alvast in gaan doen? Dan hoeft dat tenminste niet te gaan doen. Dit wordt dus allemaal water. Dat klinkt wat water. Hier ook. 1, 2, 3. Klopt dat precies? Volgens mij zit ook klaar zo precies. Heb ik nog wel hoe of niet? En dan moet dit ook nog aan water. Ja jongen, jij gaat het dadelijk aan. Dan schrijf je nu de kans om achter te gaan. Wat ga je doen? Terug? Hop. Ja. En nu wegwezen en niet meer terugkomen, vriend. Oké, ik ga nu eventjes, ja, we komen er echt niet, verder mee hoor.
die Sache mit Büchern. Daran bist du doch verrückt. Ich muss da nur noch was Glas kommen. Ich muss das mit Haut. Wach, ich kann hier ein kleines Stückchen weghalten. Und ich kann kijken, was wir mit Haut kunnen doen. Het ziet er mooi uit, net zoals dit. Met bruin, wit, bruin, wit, bruin, wit. Met die apartjes heb ik nog hout. Er zit ook heel veel in, hoor, met bruin, wit, bruin, wit. Dat gaat ook een moeilijke tijd in. Zoals wat we hier hebben. Dat ziet er ook wel mooi uit. Ik heb wat hout nodig. Maar op zich hebben we genoeg hout. Dus ik ga eens even kijken. Zijn er 9, dus ik kan wel wat doen. Ik ga eens kijken als het mooi is. Alleen kijken als het mooi is, hè. Klein stukje doen. Op zich moet er ook nog wat glas. Nog wat glas. Ja, dan doe ik even een klein stukje omhoog. Kijk als dat iets is. Ja, nu ziet het er nog allemaal zo uit. Dan ga ik toch daar een keer van omhoog. Allemaal. Oké, dat wordt toch eigenlijk allemaal... glas en dan gaat dat dan maar heel even zo. Oh, ik doe dat even snel met deur gaan dichtgooien. Oh, die deur die moet je even niet meetellen, hè. Oh. Ziet dit er mooi uit of met dit? Wacht, moeten we ook even een klein stukje hiermee doen. Een heel klein stukje dan. Het was de 2, ja, ja. Dat was de 2. Even zo. Ja, ik mag wel even al mijn glas wel. Ik denk dat dit voldoende is. Zo naar voren. En dan gaan we eens vergelijken. Of jullie mogen vergelijken, ja? Zullen we dat doen? Jullie mogen gaan kiezen welke dat het mooiste is. Ja. Links of rechts? Ik vind die rechts een beetje natuurlijker. En tenzij, dit is een farm. Dus ik vind die rechtse wel het mooiste. Ja, die rechtse doen we. Nou moet ik wel al die glas weg hebben. Als het goed is, gaat dat mis. Nee, dat gaat dus niet. Ik denk maar een sliktotje kan je die glas wegtikken. Nou ja. Dan moeten we straks maar een nieuwe glas gaan maken. Zo duur is glas niet hoor. Kan je dat een beetje met sap doen? Of ja, hoe kun je het beste glas weg doen? Thank you.
Dus, het wordt dit, het wordt dit. Dus dan hebben we eigenlijk hier maar geen steen voor nodig. Oké. Hoe lang zijn we eigenlijk bezig? Wat? Al 20 minuten? Oké, ik heb het al beoordeeld. Gaan we even die troep af die we hebben gemaakt. Dan heb ik mijn pickaxe, deze. Wow. Sorry. Ja jongens, zullen we dit gewoon doen? Dan doen we even dat donkerhout dadelijk. Dan doen we even dat donkerhout en dan in ieder geval. Dit is ook af. Er staan nog wat. Oh, even dit allemaal opzuigen hoor. Dan gaan we eens even kijken. Oh! Serieus, kom maar echt serieus, maar één blokje te kort. Ja, op zich ziet er mooi uit en dan moeten we nog fakkels. Heb ik nog wat fakkels? Ja, kijken als dat dan ook iets is. We doen het alleen op wit. We alleen op donker, ja. Nog zien hoe we die vaks gaan doen, hè? Kijk eens, ik heb die belaten. Ik hoop dat je een toffe aflevering. We zijn in ieder geval al een stuk mee begonnen. Zie je dat? Ik ga hier even wat verlichting brengen, hoor. Het is maar wat tijdelijk. Hij moet ook hier op vakken zijn. Ja, we hebben ook niet echt veel verlichting. Hè. Maar goed, ik ga het hier beluiden, jongens. Tof aflevering weer vandaag. Morgen gaan we er zeker mee verder met onze grote farm. En dan zien we elkaar morgen, jongens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En tot morgen, jongens. Mazzel!